Hi iedereen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Laatst hadden we een hele leuke fashion challenge online gezet. Mocht je die gemist hebben, ik zal hem eventjes in het i'tje zetten. En er was een video die draaide om de nieuwe geuren van Ted Baker. En ik wil jullie ook nog eventjes laten weten dat Ted Baker ook nog 3 nieuwe geuren speciaal voor mannen heeft uitgebracht. En dat zijn de tonics. Dit zijn de 3 geuren en ik vind dat de verpakking er echt super gaaf uitziet. Het is een soort van nepleerachtig hoesje wat er omheen zit. En deze geuren heb je in zilver, goud en koper. En dat zijn ook gelijk de namen die hiermee te maken hebben. Op de verpakking zie je namelijk de elementnamen staan. Die staan hierop afgedrukt. En CU staat voor koper. AU staat voor goud. En AG staat voor zilver. En omdat ze er zo ontzettend cool uitzien, denk ik ook dat het een heel erg leuk cadeau is voor je vriend. Gewoon een vriend. Voor je broer, je vader of iets dergelijks. Bijvoorbeeld deze koperen variant, dat is mijn favoriet. En ook omdat ik denk dat mijn vriend deze het allerlekkerst vindt. Hij is wat frisser. En ik denk echt dat dit helemaal zo'n smaak is. Deze gouden variant, die is daarentegen wat kruidiger. Die is ook wel heel erg lekker en net wat warmer. En de zilveren vind ik een beetje tussen de gouden en de koperen in zitten. Hij is zeg maar kruidig, maar net ietsje lichter als de gouden geur. Mocht je nog op zoek zijn naar een nieuwe geur voor je broer, je vriend, een vriend, je vader, wie dan ook. De geurtjes zijn momenteel al te koop bij Douglas. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Als je daarop klikt, dan ga je direct naar de webshop en kan je de geurtjes eventjes checken. Dus dat wilde ik jullie heel graag nog eventjes laten weten. Zo, het is inmiddels alweer wat later en ik ben even mijn spulletjes aan het inpakken. Ik heb me eventjes omgekleed in een langer jumpsuitje. Hij heeft langere benen, maar toch een beetje open aan de bovenkant. Het weer is vandaag in één keer wat bewolkt weer en het is ook niet zo heel erg warm. Dus ik denk dat dit wel heel erg lekker is. Maar misschien dat ik zelfs nog even een jasje moet aandoen. Omdat ik zo meteen op de fiets spring. Want ik ga naar Tara toe en dan ga ik daar nog eventjes lekker werken. Ik heb trouwens ook nog een riem die ik hier omheen ga doen. Dus ik zal zo eventjes mijn hele outfit laten zien. Ja, dus ik ga even mijn tas verder inpakken. En dan ga ik zo meteen de deur uit. Dus dit is de look voor vandaag. Dit is een jumpsuitje van Bershka. Het is een heel simpel modelletje. Zit helaas geen zakken in. Ik heb deze riem eromheen gedaan. Deze vind ik echt super leuk. Maar ik kan hem niet zo vaak aan. Omdat deze bukkels zijn net iets te groot. Waardoor die heel vaak niet door die lusjes passen bij broeken. Dus ja, bij zulke dingen kan het dan wel gewoon eromheen. En dat geeft het net ietsje extra's. Dus deze riem is van Stradivarius. En daaronder heb ik sandaaltjes met studs, zoals je misschien kan zien. En die zijn echt heel oud. Ik weet niet eens hoe oud. Misschien wel 7 jaar of zo. En ik weet eerlijk gezegd niet meer waar ik het vandaan heb. Maar ik heb ze nog steeds. En mijn voeten lijken echt onwijs bruin trouwens. Dus lekker simpel en flowy. En ik denk dat ik hier even een groene park overheen draag. Omdat het dus best wel bewolkt is. Kijk, het zonnetje schijnt soort van ergens, maar in principe is het verder helemaal bewolkt. Een beetje wat grauwer dan de afgelopen dagen en ongeveer zo'n 25 graden. Maar het voelt best wel fris aan. Maar goed, ik klaag verder niet, want vanaf morgen wordt het weer echt super warm. Als in echt 29, 30 graden met zon, dus dat is echt weer zweten geblazen. We weten vast wel hoe het is. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment aan het struggelen zijn. Laat me eventjes weten, wat vind jij van deze zomer? Is het tot nu toe te warm voor je? Vind je het top? Of ik maak nog eventjes een derde optie in de poll. Moet ik nog eventjes bedenken. Maar ga eventjes naar het polletje. En laat me eventjes weten wat jij dus van deze zomer tot nu toe vindt. Zo, ik heb mijn tas klaarstaan. Hier zit mijn laptop in. En mijn notitieboekje. Ik neem ook nog dit mee. Oh, dit tasje trouwens. Die heb ik laatst op AliExpress besteld. Ik had al eentje in het beige. En ik dacht, nou, vind ik een zwarte ook wel heel erg leuk. Het zijn wel die hele super simpele, makkelijke tasjes. En ze nemen niet zoveel plek in, maar er kan echt heel veel in. Maar ik denk dat het een beetje door het weer komt. Ik heb niet zo heel veel zin om te eten. In ieder geval vanochtend niet. Maar nu heb ik inmiddels best wel honger. Maar ik wil niet nog langer thuis blijven. En alvast naar Tara. Dus ik neem mijn eten even mee naar Tara. Want ik weet niet zeker of zij wat heeft. Dus dat is een brintaartje en een melk. Dus dat leg ik gewoon in de koelkast bij haar. Maar dan heb ik in ieder geval wat te eten straks. Want mijn maag is inmiddels aan het knorren. Zo, we hebben heel eventjes wat mailtjes gedaan. En het is nu tijd om te lunchen. Dus we gaan eventjes naar een nieuw plekje hier in Utrecht. Waar we heel erg benieuwd naar zijn. Nou, we zitten nu bij Op Zuid. En dit is eigenlijk een stukje Utrecht waar we niet echt komen. Maar als je goed kijkt, dan zie je daar de Max Flat. Dat ken je misschien wel. En daar Hotel van de Valk. Oh, zo. En we wisten helemaal niet dat hier water zat en zo. Maar, oh ja? Ja, is het daar. Het is wel een gezellig chill plekje in de zon. En ik had van een vriendin van mij gehoord dat dit wel leuk was. Dus ik was wel heel erg benieuwd. En ze hebben hier ook heel veel soorten biertjes. Larissa heeft net al iets besteld om te proeven. Dat is een proefglaasje. Dat vond ik ook wel echt heel erg gaaf. Dit is een biertje met watermeloen en komkommer.
En je proeft vooral de komkommer een beetje. Ja, het is wel redelijk zuur. Ja, het is wel een beetje zuurig. Ja. Het is niet helemaal mijn smaak, maar het is wel heel bijzonder. En hier heb je dus heel veel andere soorten nog. En we wilden eigenlijk lunchen, maar we hebben de lunch net gemist. Dus we hebben snacks. Alle borrelhapjes besteld, dus dat is ook lekker. Dit hebben we besteld. Dit is brood met dip. En dit zijn chicken wings. Oh, fuck, dat ding was echt. Dat zei ik net. Oh my god. En chicken wings. Nou, naast Opzuid zit een kringloopwinkel. Dus we dachten, we gaan heel eventjes binnenkijken en een beetje snuffelen. Nou, het blijkt echt super groot te zijn. We zitten nu hier op een afdeling met allemaal meubels. En we zagen net ook al... Ronald, is het Ronald? De clown van McDonald's zitten? Ronald McDonald. Oh ja, Ronald McDonald. Dus even kijken wat ze allemaal hebben. Kijk eens wie we hier hebben trouwens. Het is Silly. Silly heeft de laatste tijd niet zoveel eetlust meer. En drinkt ook niet zoveel meer. En hij is ook al best wel oud. Dus zoals je ziet is hij vrij rustig op dit moment. Want hij is al een beetje oud. Maar ik hoop dat... alles een beetje goed gaat de komende tijd. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat het niet zo heel erg goed met Sil. Maar goed, hij heeft nu wel in ieder geval iets gegeten. En ik let goed op hem. Niet Sil. Wat wij nu gaan doen is, we gaan even richting stad. Want we hebben met Serena afgesproken om een hapje te eten. We zijn aangekomen bij de Seafood Bar. En we zitten met z'n allen aan tafel. Mijn vriend zit daarachter, undercover. Tara met Marcy en Serene. Ja, hallo Marshall. Even de kant op, hè? Hallo! Oh, we zijn weer aan het spijlen. Het spijlen, hè? Oh ja. En Serena gaat lekker eindelijk weer aan de oesters. Eindelijk weer. Ik heb één keer oesters gehad sinds ik ben bevallen. Dus ik ga een tweede keer. Ze gaan er echt van genieten. Wijntje erbij. Proost! Of de melk, dus het kan. Helemaal zin in. Ik heb gekozen voor de kibbeling. Het ziet er zo lekker uit. Mm. En hier hebben we oesters. En dit zijn de coquilles. En garnalen in kruidenboter. En Marcy is lekker in slaap gevallen. Tot rusten. Doei. En een zalmpje met spinazie. Eet smakelijk. Wij hebben... pulpa besteld. Dat is een soort van inktvis. Volgens Serena heel lekker mals. En het zit op aardappel volgens mij. Oh, ik dacht wel, waar ligt het op? Het lijkt echt een beetje op kip. Ja, ja. Kip. De smaak, echt serieus. Hier hebben we crostinis met sardientjes. Dus eet smakelijk. We hebben nog een toetje besteld. Dit is de cheesecake. En dit is de chocolademousse. En Marshall krijgt ook een toetje. Ja. Nou, elke keer hetzelfde, hè? Nou, het zonnetje gaat onder en we gaan weer richting huis. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben super glimmend, zie ik nu. Maar ik heb het echt mega warm door het fietsen gehad. Het is natuurlijk ook heel erg warm. Ik zit hier met Sil op de bank. En ik heb net even alles helemaal open gegooid. Want het is inmiddels afgekoeld buiten. Dus dan kan het lekker doorwaaien. Dat is wel heel erg chill. Ik heb net heel eventjes mijn post gehaald. En nou ja, ik kreeg 2 blauwe belastingbrieven. Daar werd ik niet zo blij van. Ik heb ook nog een... even kijken, wat is dit? Een AliExpress telefoonhoesje binnengekregen. Ik wilde eventjes een nieuw hoesje voor mijn telefoon. En een boek. Ik heb namelijk, was het gisteren? Precies als eergisteren heb ik eventjes spontaan een boek besteld. Omdat ik gewoon ineens zoiets had van, ik wil vaker boeken lezen. Ik lees eigenlijk nooit meer iets. Ik lees niet per se superveel of zo. We hebben nooit echt gelezen. Maar ik wil even weer een hobbytje hebben of iets doen. Waarbij ik niet op mijn telefoon zit. Dus ik dacht, ik wil dan eigenlijk gewoon weer een keer een goed boek lezen. En ik was al begonnen aan het boek The Quarter Life Crisis. Die ik echt wel heel erg leuk vind. En ik heb nu deze besteld. Want ik had hem laatst zien liggen op het vliegveld. En toen wilde ik hem kopen. Maar toen heb ik hem uiteindelijk niet gekocht. En dat is dit boek. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja, het leek mij gewoon een heel interessant boek. Want ik was gewoon heel erg benieuwd wat erin stond. Hij is ook best wel dik. En het is ook nog eens een bestseller. En volgens mij leest hij wel heel erg lekker weg. Ik heb net alvast even wat pagina's ervan gelezen. En hij is in het Engels. Je kan hem ook in het Nederlands bestellen. Maar ik vond Engels wel chill. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat dit boek te zeggen heeft. Als je hem al gelezen hebt, alsjeblieft niet spoilen. Nou, we gaan spoilen. Het is niet alsof er een verhaallijn in zit. Het is gewoon... Nou, wat is het voor boek? Het is zeg maar een boek die je wat leert en die je ander inzicht geeft. Dus ja, lijkt me wel heel erg leuk. Dus daar ga ik aan beginnen. Gaan we dus heel eventjes douchen. En daarna duik ik gewoon lekker mijn bed in met mijn boek. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En Larissa en ik hebben afgesproken om straks al naar Amsterdam te gaan. Het is op dit moment
9:15. En we willen redelijk vroeg naar Amsterdam, omdat we eventjes naar de Primark willen gaan. Daar willen we heel eventjes kleine shoppings doen. Ik zal nog heel eventjes laten zien wat ik heb aangetrokken. Mijn haar is nog steeds nat, maar ik heb geen zin om het te feunen. Ik heb een t-shirt jurkje van Monki aan. Deze is echt al super oud. Ik denk al, ja, hoe oud zou die zijn? Misschien wel 8 jaar oud of zo. Want hij is echt van vroeger. Ik vond hem weer in een oude doos. En Fila's. Dus dat is wel een heel simpel, lekker, comfortabel outfitje. Ik dacht, dat is wel een perfecte outfit om in te shoppen. Dan ga ik nu heel eventjes het huis afsluiten. Alle waterbakjes checken voor sale. En dan ga ik straks van huis. Hey Silly, goedemorgen. Wat is dit voor een schattig mouwtje? Hey, I love you. Zo, we zijn inmiddels aangekomen in de Primark en ik moet zeggen, de collectie ziet er echt super goed uit. Larissa en ik waren al een tijdje niet geweest en we zien alleen maar leuke dingen. Dus ik heb hier een vol pashokje en de overkant is Larissa, dus we gaan even wat dingen passen. En we zijn hier eventjes aan het shoppen omdat we een samenwerking hebben op Instagram met Primark. Dus we gaan leuke outfitjes samenstellen en ik hoop dat het gaat lukken vandaag. Ik kom er net achter dat ik maar 1 top heb meegenomen, dat is niet zo handig en dat is deze. Ik vind hem wel grappig eigenlijk. Maar ook wel een beetje dun. Hij schijnt een beetje door. En ik heb hier een broek aan die ik ook wel mooi vind. Nou, op zich wel cool. Deze broek vind ik helemaal niks. Tenminste, hij is niet lelijk, maar ik vind het niet echt bij me passen. Larissa zit hier aan de overkant. Oh, hij staat bij jou veel beter. Kijk, moet je dit zien en dan dat? Of is het gewoon precies hetzelfde? Ja. Dan moet je kijken hoe kort hij is bij jou. Ja. Ja, hij is wel lang, ja. Maar ik heb ook een groot, of welke maat heb ik? Ik heb een 40 gepakt. Oh ja, dit is een 38. Misschien, ja. Zo, we zijn echt al goed bezig. Ik heb echt super veel items in mijn mandje zitten. Hele fijne wijde broeken ook. Wat ik nog wel een keer later laat zien. En daar is het ook goed geslaagd. Ja, echt veel leuke dingen. We willen nu heel veel kijken of we iets voor Marshall kunnen vinden. Iets leuks van kleding of zo. Ja, en ik weet ook niet of dat, of dat bij hem past. Gender neutral. Dat is waar, dat is waar. Dus ja, we gaan even op zoek. Zo, ik heb al afgerekend, dus dit zijn al mijn goodies. En dit hebben we nog voor Marshall gekocht. Het is een heel leuk schattig petje. En zo'n soort stijl petje draagt George ook wel eens, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Hij is grijs met van die leuke walvisjes erop. En hij lijkt groot, vond ik. Maar hij is voor 3 tot 6 maanden, dus dat zou perfect zijn, want hij is van het weekend 3 maanden. En daar is daar. Die is ook eindelijk klaar. Zoals we vaak zeggen, shoppen maakt hongerig. Dus daar en ik zijn even lekker gaan en lunchen. En we zitten bij Loetje. En we hebben allebei een hamburger besteld. Jan. Tara heeft er eentje met extra kaas. Ik heb er eentje zonder kaas. En zonder ui. En zonder ui inderdaad. Dus jam, jam, jam. Eet smakelijk. Goedemorgen iedereen. Ik wilde vandaag zeggen welkom op deze woensdag. Maar mijn vriend vertelde me net dat het vandaag donderdag is. En dat is Netflix. En mijn telefoon zegt ook dat het vandaag donderdag is. Maar ik kon het echt bijna niet geloven. Vandaag alweer donderdag. Het is ochtend. Ik heb inmiddels al mijn haar gewassen. Want ik had er laatst echt te veel van dat stugmakende poeder in gedaan. Dus het zat echt niet. En ik ben momenteel eventjes aan het ontbijten. En ik had jullie laatst laten zien dat ik mijn brint had meegenomen naar Tara. En die heb ik daar nog liggen. Dus dat betekent dat ik geen ander ontbijtje heb. Dus ik heb even wat anders gemaakt. Dus mijn ontbijtje voor vandaag is witte rijst met wat roerei. En ik heb hier nog een koffietje. En ik ga eventjes Netflix opzetten. En ik ben momenteel bezig weer in Suits. En ik ben er voorbij gegaan. Oh, hier. Dus daar ga ik nu even naar verder kijken en mijn ontbijtje opeten. Nou, we zijn op dit moment in de stad foto's aan het schieten voor die samenwerking met Primark waar we het gisteren al over hadden. En dit is niet een outfit trouwens die op de foto gaat. Ik heb namelijk nog een hele leuke trui, maar die is heel erg warm om nu al aan te trekken. Dus die heb ik nu nog niet aan. En ja, we zijn eigenlijk al bijna klaar. We moeten nog ieder één look op de foto zetten. En het gaat wel goed vandaag, dus daar ben ik wel blij om. En ik denk als we klaar zijn daarmee dat we misschien even een hapje moeten eten. Want ik heb alleen nog maar ontbeten. Ik begin trek te krijgen, ja. We staan op dit moment bij het Bartholomeus Gasthuis. En hier hebben ze allemaal van die mooie rode bloemetjes. Dat vinden we altijd heel erg leuk voor de foto. En Larissa's outfit is ook helemaal rood. Dus we vonden dat wel heel erg leuk voor op de foto, want dat matcht dat een beetje. Het zijn echt super leuk geworden. Dus ik ben echt heel blij met de foto's. Thanks!
Nou, we zijn even aan het lunchen bij Elise. En hier heb je de hele dag door, ja, je kan alles bestellen. Dus ook nog ontbijt rond deze tijd. Dat heb ik niet gedaan, Larissa wel. Maar ik heb een salade met couscous, tomatenroppetjes. Larissa heeft bananenbrood. En ook nog yoghurt. Kijk dan hoe mooi dit eruit ziet, jongens. Vers fruit, yoghurt, canola. En dat ziet er ook echt super goed uit. Echt lekker is. Enjoy! Het ziet trouwens ook wel een heel gezellig terras. Mensen zitten hier lekker buiten. Het is best wel druk ook. En dit is de Mariaplaats hierachter. En dan zitten wij hier lekker overdekt. Dan kan je ook nog binnen zitten. Zo, we zijn na het lunch weer even teruggekomen naar dit plekje waar we eerder ook al foto's hebben gemaakt. En we hebben mijn laatste lookje gefotografeerd. En ook heel erg leuk geworden. Dus de echte resultaten gaan je natuurlijk op onze Instagram account zien. Dat is @tarreverbond voor Tara en @larisverbond. Dus stay tuned. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben eindelijk even uitgezweet. Want het is echt super warm steeds als ik fiets. En ik heb hier een hele mooie ventilator aanstaan. Deze is nieuw. Deze heb ik cadeau gekregen van mijn ouders. Alvast voor mijn verjaardag. Ik ben pas in september jarig. Maar ik kon hem nu al heel erg goed gebruiken. En ze bood zelf aan van misschien wil je hem nu al hebben. En mijn ouders hebben hem zelf ook. Maar dit is een Fornado. En dit is dan een speciale ventilator. Een van de beste. Die niet alleen maar lucht in de kamer brengt. Maar echt alles beweegt. Ik zal het even wat beter laten zien. Dit staat bijvoorbeeld op de doos. En het idee is dus dat die ventilator echt alle lucht in beweging brengt en alles op dezelfde temperatuur maakt, waardoor het veel chiller is om erin te zitten in een kamer. Gisteren heb ik eigenlijk echt wel heel goed geslapen en hij verkoelt dus niet, maar hij verplaatst wel de ruimte. Dus ik had nog wel gewoon een raampje open voor koele lucht, maar dan brengt deze ventilator dinges, als het goed is, alles, die koude lucht, overal op temperatuur. Dus ik heb een zo'n chille nacht gehad. Larissa bijvoorbeeld niet. Ik weet niet of het aan die dinges ligt of gewoon aan mezelf. Maar goed, ik ben er wel heel erg blij mee en ik vind het wel heel erg chill. En hij staat nu op de zachte stand, maar hij kan ook echt keihard. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie doen om af te koelen. Ik weet niet of jullie het ook heel erg warm hebben in huis of dat jullie een airconditioning hebben of iets dergelijks. Verder heb ik Sil eventjes wat eten gegeven net. Hij zit nu lekker te hangen hier. Ja, een van de beste vrienden van mijn vriend, die kwam net ook langs. Die kent Sil ook nog van vroeger en hij schrok eigenlijk ook wel een beetje van hoe Sil er nu uitziet. Want Sil is gewoon heel mager en heel slapjes geworden. Ja, dus ik vind dat wel een soort van extra bevestiging weer. Wat ik gewoon niet leuk vind, maar ja, wat ik ook al zei in het begin van de vlog, ik denk dat we binnenkort afscheid moeten gaan nemen van Sil. En ik kijk niet uit naar die dag, maar probeer wel zijn laatste dagen zo leuk mogelijk te maken. Zal ik jullie nog eens een grap vertellen? Het is eigenlijk geen grap, het is helemaal niet leuk zelfs. Ik heb een tragisch piercing laten zetten, toch? En dat heb ik volgens mij nu inmiddels een jaar geleden gedaan. Als je die vlog nog niet hebt gezien, zal ik er waarschijnlijk het ietsje zetten, tenzij ik het vergeet. Maar oké, hier is het verhaal. De tragische piercing. Hij deed voor mij veel meer pijn dan de helix. Hij was echt terror. Hij is echt zo vaak ontstoken, maar echt met bulten. Ik heb me echt zorgen gemaakt. Echt bulten. Echt nasty. In ieder geval, hij is nu wel rustig. Ik heb er een ringetje in zitten. Hij is oké. Behalve dat hij gewoon aan het zakken is. Ik heb hem echt ter hoogte van deze laten zetten. En dan zou hij dus daar moeten zitten, maar hij zit daaronder. Dus ik heb het idee dat hij eruit aan het groeien is. En dat zou betekenen dat ik een jaar lang heb gestruggeld voor niets. Dus ik hoop echt dat hij eigenlijk gewoon hier blijft hangen. En ik weet niet of het normaal is dat hij zakt. Maar mijn lichaam wil hem eruit werken. En ik hoop eigenlijk dat het niet lukt en dat hij gewoon hier blijft. Oh, dat zou ik echt super jammer vinden, want ik vind het wel heel leuk staan. Maar ik heb het eigenlijk ook nog nooit eerder gehoord. Kan een piercing eruit groeien als hij in je kraakbeen zit? Of niet? Ik hoop het niet. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag en het is een hele mooie dag. Het is een hele warme dag vandaag. Ik heb net de hele tijd aan de blog gewerkt en alvast aan de video. Deze video trouwens, die heb ik alvast een beetje geëdit. Ja, ik ben wel toe om even de deur uit te gaan voor wat verkoeling. Dus een vriendinnetje van mij die komt straks langs en we gaan heel veel kijken waar we heen kunnen gaan. Zodat we heel even ergens in de schaduw kunnen zitten. Misschien eventueel nog ergens in kunnen duiken. Dat zou wel heel erg lekker zijn. Maar goed, ik ga nu heel eventjes mijn tas inpakken. En dan gaan we zo op stap. Ik heb trouwens ook nog wat mooie kledingstukken van Chiquelle ontvangen.
En ik wil heel eventjes deze met jullie uitpakken en aanpassen voor de eerste keer. Ik ben heel erg benieuwd. Er zijn best wel veel leuke dingen. En ik hoop echt dat alles past. Dit is bijvoorbeeld een jumpsuitje en een lange rok. Er zitten wat items bij waarvan ik eventjes een sprong heb gewaagd om het gewoon te proberen. Zoals een wat langere rok. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat staat. Zo, ik heb het eerste aangetrokken. Dit t-shirtje vind ik wel echt heel erg leuk. Het is een cropped t-shirtje en die heeft dan een beetje van die geribbelde onderkant. Bij de mouwtjes en aan de voor- en achterkant. En ja, er kan eigenlijk niks mis mee gaan. Het is een ribstofje. Die zit heel erg mooi. En dan de rok. Dit vond ik een klein beetje een risico, omdat het een lengte is die ik niet gewend ben. Het is wat langer, dus het maakt het ook wel meteen wat ouder. En er zit hier wel een klein beetje een split in. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Maar voor de rest is die best wel lang. Ik weet nog niet 100% zeker of ik dit helemaal mijn stijl vind. Maar voor de rest zit hij wel heel erg lekker. Hij heeft zakken. En dat vind ik altijd wel heel erg belangrijk. Dus laat even weten, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie deze lengte mooi? Of hebben jullie hem toch liever korter of juist langer? Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik hier weer een hele witte outfit. En deze top vind ik echt super mooi. Ik heb deze al in het zwart eigenlijk. Dus in het wit vind ik hem ook gewoon heel erg mooi. En hij is gewoon super chill. Heel simpel met één zo'n dun bandje. Die past echt overal bij. De broek is eigenlijk iets te groot. Ik heb een maat L en ik had eigenlijk een emmetje nodig. En hij is zeg maar heel erg wijd. En dan met zo'n knoop hier zakken van denim. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg cool en heel erg relaxed. Maar ik denk dat je toch wel echt ziet dat hij te groot is. Ik denk dat een maatje kleiner wel wat toffer was geweest. Want hierdoor is dit gewoon wel echt heel erg veel stof. Maar voor de rest vind ik het wel heel erg leuk, dit soort losse broeken. En vooral omdat de onderkant dan een beetje gerafeld is. Om dat bijvoorbeeld met een hele chunky sneaker te dragen ofzo. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie van dit soort modelbroeken vinden. Want meestal dragen wij mom of straight. Maar dit is dan weer wat heel anders. Eigenlijk gewoon helemaal wijd. En dan als laatste deze jumpsuit. Ik moet zeggen, ik ben heel erg dol op de kleur rood. Rood, dat staat me eigenlijk bijna altijd wel goed. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet zeker weet of dit model jumpsuit goed staat. Het is zeg maar een wat langer model. Of tenminste, het is een lang model. Maar tot de enkel. En dit middenstuk, hier twijfel ik een beetje of het heel erg lang lijkt. En of het zeg maar wel een beetje leuk eruit ziet. Maar de print verder vind ik heel erg mooi. De stof is wel lekker zacht. Hij heeft helaas geen zakjes. Wat vinden jullie hiervan? Ik twijfel een beetje of ik het wel leuk vind staan. De kleur is in ieder geval wel top. Ik zit eventjes met vriendinnen aan het Henschoten Meer. En vriendin van mij zit op de camping hier in de buurt. En wij kwamen even langs voor de gezelligheid. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. We zijn dus net eventjes wezen zwemmen. Ik ben meerdere keren het water in geweest. Shirt een beetje nat. Ik moet straks echt eventjes gaan douchen. Ik heb niet zoveel gefilmd daar, omdat ik dacht, mijn vriendinnen zitten allemaal in bikini en het hele strand lag ook echt vol met mensen. Dus ik heb wel een klein stukje gefilmd van de zon, maar eigenlijk wilde ik eigenlijk liever even alle mensen in bikini met rust laten. Ik vind het, ja, ik denk dat het wel iets prettiger is voor iedereen. Dat is in ieder geval echt super gezellig. En nu is het tijd om dus even te gaan douchen en straks te eten. En dan heb ik vanavond nog een verjaardag. Zo. Ik ben gedoucht, ik heb me omgekleed. En dit heb ik aan trouwens. Dit is een shirtje van Comcat Fashion, een rok van Primark. En ik doe straks Vans aan. Hopelijk vonden jullie de weekvlog weer leuk. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!